Zo, beste mensen, ben je terug in de polders richting Vogelwaarde, hier net het eindpunt van Hulst. Ja, het is hier een viertal graden, dus het is wel, je voelt het wel. En er is ook wel veel mist. De route is hier op zondag wielertoeristen, heb ik al gezien. En zoals ook hier mensen die hun jogging doen. Het zijn wel serieuze afstanden, niet toch wel een vijftal kilometer iedere keer tot een bepaald dorp. Maar ook de luchtkwaliteit is momenteel wel redelijk slecht. Het is ook wel niet goede omstandigheden nu met de mist en zo. Hier nog mensen die aan het joggen zijn. Goeiedag. Ja, er is blijkbaar misschien iets te doen, want er komt er nog iemand aan. Goeiedag. Maar bon, die andere mevrouw ging in de tegenrichting. Maar blijkbaar toch wel ergens een activiteit. Voilà, dan hier terug met de fiets kan ik naar rechts. Dat is de richting van de N290 via, ja, deze polderwegen. Blijkbaar niemand anders die aan het joggen is, ik vermoed toch wel, ja, enkele mensen die zelfstandig aan het sporten zijn.
daar nog mensen met de fiets? En aan het fietspad van de N290, daar aan de rechterkant, zie ik daar ook wel wielertoeristen. Ja, die gaan vaak al vroeg in de ochtend richting Walsoorden, aan een stuk van de zeedijk. En het gebeurt dat ze dan via het fietspad hier terugkomen richting Hulst. Zo, hier aankomst N290. Zo, beste mensen, was hier even een korte blik op de polderwegen en de omgeving hier in de ochtend op deze zondag.